De aanvaller van Olympique Lyon zette na 11 minuten spelen Oranje op voorsprong. Ik zag Memphis tegen Portugese hard werken voor het team, zijn taken uitvoeren bij balbezit en balverlies, terwijl ik hem een paar dagen ervoor tegen Engelsen zag wandelen, vertelt Koeman in gesprek met Voetbal International, en hij niet alleen. We kwamen in een fase van dat duel 30 seconden niet eens in beeld doordat we liepen te wandelen. Dat kan niet, dat is echt niet meer van deze tijd, kijk gewoon naar de bereidheid van spelers individueel meer hebben gewonnen dan wij allemaal bij elkaar. Kijk hoe hard zij nog steeds werken voor hun team. Hoe kunnen wij dan denken dat wij het wandelend ook wel voor elkaar krijgen, maar tegen Portugal zag je dat we het wel kunnen, we speelden heel compact, de linies veel dichter bij elkaar dan in het duel met Engeland. We wisten hoe Portugal zou spelen, dat ze met twee middenvelders tegen drie van ons zouden komen te staan en niet gingen doordekken, zodat wij een overtal situatie konden creëren op het middenveld als iedereen zou meedoen, we durfden te voetballen en kwaliteit zouden tonen aan de bal. Dat is vooral in de eerste helft goed gelukt bij rust 3-0, waar het ook 4-0 had kunnen zijn. Na rust deden we het iets minder, maar we zijn pas een week onderweg. Koeman stelt dat Oranje tegen Portugal een grote stap heeft gezet in aanloop naar de Nations League en EK-kwalificatie. Ik ben blij met de blijdschap van mijn spelers, ze hebben hard gewerkt en na alle kritiek van de laatste maanden, mogen ze nu even genieten. Ik denk dat zij nu ook beseffen dat op deze manier een basis ons te gaan plaatsen. Want dat is wel het doel voor 2020.